still angles. Bad, that girl, yeah, she bad. That ain't my wife, my nigga, she gang. Better than alcohol, smoking and drinking alcohol. Bad, that girl, yeah, she bad. Goeiedag weer, beste kijkers. Het klopt, ik verwaarloos jullie. Ik ben lang niet geweest op jullie scherm. Maar ik beloof nu elke week iets voor jullie te droppen. Dat jullie ook kunnen lachen, genieten. Ik was even met de relatie, maar ik ben er weer. Arm maar gezond. Maar wat ben ik weer goed voor jullie bezig achter de schermen. Godverstomme, man. Ik was laatst met John de Mol, man. Mooi gesprek gehad, contract is bijna rond. Ik was laatst zelf bij RTL Late Night. Ik was wel laat op televisie. 5 uur s'nachts. Voordat zal ik wat eerder vragen voor jullie, ja? Oké, maar luister, ik heb wat voor jullie. Je vindt een meisje leuk. Maar je vraagt haar vaker, kom afspreken. Ze kan niet, dat beweert ze. Ik kan niet, ik moet naar mijn oma. Je oma's zijn al lang dood, schat. Ik moet leren voor tentamens. Je gaat eens naar school, wie hou je voor de gek, schat? Oké. Okay. Dan belt ze jou vrijdagavond. Jij bent blij, enthousiast. Daar moet je doorheen kijken, tijger. Daar heeft ze je. Je moet daar niet op blind staren. Maar die sponsors van haar namen niet op die avond. Gaat ze jou bellen, je was laagste op haar lijst. Oké, okay. Ga nu naar Sky langs. Wees voorbereid. Oké. Okay. Borrelnootjes op tafel, met z'n tweeën, drankjes komen eraan. Einde van de avond ben je 9 cocktails lichter. Die laatste cocktail heeft zelf een gepaste naam. Sex on the beach. Je wordt al spontaan nat door die naam. Terwijl ze thuis gewoon orchade drinkt hoor. Of een Fanta 3S blikje in de ijskast zit. Of een glaasje water, zet ze houtskool erin. Lijkt op cola. Ik ken die geintjes van jou, schat. Niet meer die geintjes hier komen. Of als je zegt ik ga even plassen, dan is ze blij. Pak ze de telefoon, gaat ze snappen. Jouw cocktail, haar cocktail. Zegt ze girls night. Jouw vriendinnen slapen, schat. Je bent niet met hun. Hun gaan wel naar school. Dus hou op met die onzin, vullen. Ik ken die bullshit. Oké, okay. Maar ken je dit ook? Die man en die vrouw welke die marktwaarde tegenwoordig laten dalen. Ken dan? Ik ken Matties. Of gewoon, ik zie het gewoon algemeen. Strijden, ze nemen risico. Plofkraken doen ze. Overvallen. Die werken hard voor hun geld. Ze nemen risico's. Ze kunnen gewoon een paar jaar de cel in. Die hebben een Rolex gehaald. Van 10k, of een voetballer die elke ochtend zijn benen verslijt op dit veld. Of een rapper, zijn hele stem is schor van shows. Hun halen echte horloges. Zijn ook een paar grappenmakers die een Rolex halen. En ik noem het dat niet eens een Rolex. Ik denk dat het een broer is van die Rolex. Brolex of zo, bro, weet ik veel. Die heeft een Rolex met alleen maar diamanten. Maar die gaat met een snodder naar de stad. Je hebt een Rolex van 10k, maar je gaat met een snodder. Omulenge brengt je. Maar je gaat bij die garage weer snel eruit. Sam, ik kom uit die garage, broer. Je komt niet uit die garage. Je Rolex is nep. Want als we gaan zwemmen bij Tiki Bad, dan heb jij wel een diploma. Maar die horloge van je niet. Hij mag niet nat worden, hè. Je zet hem in die kluis. Ik ken die geintjes van jullie. Of die vrouwen. Ze werken bij de receptie. Aha, to go. Zonnestudio. Maar ze hebben 7 verschillende Louis Vuitton tassen. Eentje kost 1300. Maar ze hebben 7. En ze werken maar 2 keer in de week. Hou op met die kartonnen dingen van jullie. Niet Louis Vuitton heb jij, je hebt Louis Carton. Je kent die geintjes. Jullie hebben ergens een garagebox gehad. Of iemand uit Thailand met de auto. Kofferbak gaat open, haal je een paar neppe tassen. Je verpest die waarde ook van die vrouwelijke echte tassen halen. Ze hebben echt hard voor gewerkt hoor. Als je niet kan kopen of permitteren die echte tassen, koop het dan niet of een neppe Rolex. Haal alles voor jezelf dan. Ga niet doen als het echt is, alsjeblieft. Oké. Okay. Of andere. Bepaalde mannen. Nieuwe Canada Goose jas heeft hij gehad. Hij zit in de club met die jas aan. Broer, is heet. Broer, doe je jas uit, is heet. Man's not hot. Man's not hot. Broer, je hebt het heet. Je zweet als een otter. Broer, ik kan je 50 cent ook geven voor die jas. Om op te hangen. Of mannen hebben Cartier bril. Andere bril aan in de club. Broer, er is geen zon. Je bent geen Davids. Nu ben je Davids zonnebril. Broer, doe je ding ook af. Ken je die geintjes of andere mannen? Ze luisteren veel SBMG. Outfit is 4 keer duurder. Klopt. Maar ze leven ook droptop. Dakloos. Einde van de maand kunnen ze die huur niet betalen. Hey, Vena tijgers, Vena strijders, hey Zinas, Vena. Luister, ik heb nog een paar leuke feiten voor jullie. Jullie moeten een paar herkennen, ik ga jullie meenemen. Jullie moeten een paar snappen, luister, die jongens van tegenwoordig chillen alleen met populaire gasten. Geloof mij, als jij niet populair bent, willen ze niet meer met jou chillen. Want ze willen Instagram likes, views, je weet toch? Dus gaan een foto met een populaire gast maken en dan gaan ze een post op Instagram. Maar wat mij opvalt, in die hashtag zetten ze with my day one. Broer. Je kent hem niet sinds vroeger. Je kent hem pas sinds vorige week. En je zit al in die kont van hem. Als die Björn Borg boxje short. Kom je eruit, ben je een remspoor. Wil je zo blijven leven, profiteren van mensen. Je gaat niet ver komen in die maatschappij, geloof mij. Lopen likken als Lassie. Hele tong is bruin. Je gaat je Kevin de Bruyne noemen. Godverstomme, ben je nog niet misselijk, jongen. Je gaat de dag in die Goliath. Of die vrouw op Instagram.
beste vriendinnen. Maar live, grote ruzie. Ze lopen elkaar heel dag voorbij, ze praten niet met elkaar. Maar op Instagram, foto's naar elkaar sturen, hartjes onder elkaar zetten. Hard eyes, Shima Girl Shining, jullie kennen elkaar niet, hè? Dus ga niet doen als jullie dikke vriendinnen zijn. Of die Snapchat filters, Instagram filters. Mooie uitvinding. Jullie houden onze mannen groot voor de gek. Groot. Weet je waarom? Snapchat, platte buik, dikke billen. Instagram, platte buik, dikke billen. Live, grote buik. Ja, grote buik. Je lijkt op een hangbuikzwijn. Je buik hangt over je broek heen. Lijkt wel op een hem die gepoft is. Niet ons voor de gek houden. Of die andere vrouwen. Zijn 18 jaar tegenwoordig. Hebben ze al een heel kleine. Dat kan toch niet. Maar die kinderwagen zijn gewoon 1300 wat ze halen. Bezuinig een beetje op die kinderwagen. Haal eentje van 600. Haal wat meer pampers. Maar die kind van jou zit op de crash al een hele week met dezelfde pamper. Je loopt te recyclen, jongen. Hij ruikt alleen maar naar poep. Haal die pampers voor hem. Ga je fucking kinderwagen halen voor 1300. Kom op, man. Of die andere meisjes. In Ibiza, Tanger. AMG zitten ze met rode gordel. Gaan ze naar Nikki Beach of in Marrakesh 555. Dan gaan ze wel snappen 555. Maar als ze hier in die tram 5 zitten, dan gaan ze niet snappen. Dus kom niet met die fake dingen voor jullie. Hou het gewoon real. Dat is een feit.